Ja, DEFCON is voor mij echt het vetste festival van het jaar. Eigenlijk altijd al zo geweest. Een mooie plek om mijn live dingen te doen als artiest. Maar daarnaast ook nog zeer involved in het showwerk, zoals de eindshows. Eigenlijk al die dingen waarvan ik kippenvel krijg. Het hele bombastische cinematic idee. Het hele gevoel wat eigenlijk aan DEFCON hangt, muzikaal. Kwam ik achter, dat is dus Joshua. Dit was het moment. Ik denk, ja, Trip to DEFCON, wat is muzikaal, wat is DEFCON? Dat is eigenlijk Joshua, behind the scenes, weet je wel. Ja, je belde mij. Belde, ja, ja. Heb je interesse om samen iets te doen? Ja, en toen nodigde je me gelijk uit. Gelijk. Toen gingen we hier even zitten. Dit gaat een hele andere show eigenlijk worden op DEFCON dan voorheen. Dus ik heb wel eens Peacock een concert gedaan, of een Peacock DJ set, of een live set, maar... Dit gaat eigenlijk heel erg draaien om de show. Dus, en het heet Tripping met Dr. Peacock. Dus dat kan je twee kanten op denken. Het zijn vooral heel veel trip to tracks. Van oud tot nieuw. Van trip to Bangladesh, trip to India, tot en met trip to Scotland. En nu trip to DEFCON. Met die thematische tracks gebeuren er ook thematische dingen on stage. En daar ga ik nog niet te veel over vertellen, maar dat wordt echt heel erg vet. En ook tijdens trip to DEFCON, dan komt Joshua er sowieso bij. Dus gaan we samen knallen. En daar gebeuren ook vet, van alles on stage. Want ja, trip to DEFCON. Daar zit natuurlijk een gevoel achter en dat gaan we proberen uit te beelden on stage bij de UV. Dus vrijdag bij de UV, Tripping with Dr. Peacock van 9:30 tot 10:30. Joshua is er sowieso ook bij. Trip to DEFCON gaan we daar doen. Het wordt fucking vet.